Nou, ik ben benieuwd voor die 1. Hopelijk heeft hij weer parts bij die, die tank. Come on, sneller! Als ik nou een riem had, had ik hem om zijn nek gedaan, had ik hem meegetrokken. Ik had trouwens even die PP, waar zit jij? Pack-a-punch. Pack-a-punch, zit hier ook zo'n kist? Nope. Nee, misschien, weet ik veel, misschien bij de pack-a-punch. Daar zit misschien nog die kist. Maar waar stond, die kisten stonden bij al die activeerd dingen. Daar heb ik ook een ding geactiveerd. Oh, daar had ik al, daar, nee, daar had ik die faal gemaakt, dat ik mijn wapen ingerolen. We gaan bij die kijken, want daar heb ik volgens mij nog niet goed gekeken. Als hij maar meekomt. Goed zo. Het is echt, dat is het probleem met mijn survivals altijd. Veel te veel rondlopen, veel te veel zoeken, veel te veel uitvogelen en niet alleen survivalen. Maar ja, ik vind dat persoonlijk het leukste van heel de zombies. Hoe uitgebreider, hoe vetter, hoe meer dat te doen is. Sommige mensen zullen het daar misschien niet mee eens zijn, ik weet niet. Hier is niet eens zo'n ding. Wat is dat voor onzin? Waar staan die dingen dan? Daaronder ook niet, denk ik. Wacht! Daar, bij mijn... Nee, daar stond ook niks. Ik wou zeggen, bij mijn kist, waar die in eerste instantie stond, maar daar staat die ook helemaal niet meer. Daar gloeit iets. Dat is de kist zelf, toch? Nou ja, boeien, we gaan verder. Ik weet niet waar die PP is. Helaas. Ik weet wel dat deze dood is. Ren voor je leven! Dan gaan we weer terug naar mijn spot. Dan begint alles weer overnieuw. Er staat misschien iets. Hier was ook niks. Hier was ook niks, hoor. Dat zou heel geniaal zijn als hier al die tijd gewoon zo'n ding stond. Oh, misschien is dit ding wel gewoon aan. Volgens mij is dit ding gewoon aan. Ik hoop het eigenlijk wel. Kan ik nog een perkje krijgen? Dan gaan we de volgende keer kijken als ik dit overleef. En dat weten we natuurlijk nog steeds niet, of ik dit wel overleef. Nou... Dat was toch weer close. Daar heb ik me de vorige keer ook getrapt, dus... Die bewaar ik me... Hey, shit, ik kwam cancelen. Ik drukte op 3 keer. Ik kwam cancelen. Oh, ik moet wel dit ding in mijn hand hebben. Zo, daarvoor wil ik die rekening houden. Maar dat als er iets voor mij komt, dat ik ze kan afschieten. En die drone die wil ik eigenlijk bewaren dus voor die tanks. Maar ja, ik cancel hem met 3 keer, maar hij laat hem gelijk los. Dus je hoeft hem niet los te laten. Dat doet hij automatisch, dus... Ja, misschien positief, maar ik vind het even voor mij negatief. Ik vind het hier alleen niet heel gezellig meer. Steeds minder gezellig worden. Maar volgens mij komen er niet meer zombies, maar komen ze... Of komen er steeds sterkere zombies. Oh shit, omdat ik nou die drone heb, kan ik deze zon of deze wave niet rond gaan lopen. Want hij schiet toch alles af. Kan ik hem niet terugkrijgen? Nee. Nee, misschien met pijltjes naar beneden kan ik hem terugroepen, maar dat kan niet. Helaas. Dat zou vet zijn als dat ding gewoon regenerate, zoals je hem terugroept. Nee, dat was de laatste. Die heb ik zelf afgeschoten. Hallo, drone. Dat zijn die brains hè, van Maxis die in dat ding zitten. Nee, ik weet niet of het echt van Maxis is, maar in ieder geval wel van een zombie of zo. Het zijn brains. Trouwens, dit is ook handig hè, dat ik dit heb. Die Electro Sherry. Ik ben dichtbij als ik het moet laden. Op zich, denk ik. Ik weet niet of de Sherry nou wel zo goed is eigenlijk, dat het wel zoveel nut heeft. Op die andere map wel. En hallo, daar hebben we onze vriend weer. Hopelijk doet mijn drone helpen. Hoppakee. En weg is hij. Zo simpel kan het zijn, jongens. Zo simpel kan het zijn. Oh, shit. Zo close kan het gaan. Ik was bijna dood. Hier. 1 kogel. Ik schiet door heel die groep heen. Lach alsjeblieft insta-kill. Juist, insta-kill. Dikke shit. Zo. Makkelijk werken. Je bent wel traag met dit ding als je wil aim, man. Dat gaat zo traag, kun je helemaal niet meer lopen. Let me in battle! Oh, ik ben Takio, ik dacht al, die stem die herken ik. Hé, hey, die kist is groen. Oh, dat komt omdat ik net de ene had natuurlijk. Fire seal, maar ja, ik hoef geen fire seal, want ik heb alles al. Ik heb alles al, maar ik heb geen ammo. What the fuck? Zag mijn ammo net. Check hier, 18 kogels. Ik ga kijken waar die PP is. Ik laat deze 3 zombies leven. Neem ik mee. Is mijn shield is... Ja, redelijk. Maar volgens mij valt het allemaal reuze mee. Maar ik kan dat ding best wel hebben ook. Maak dat ding kapot dan.
Hij had nog veel health, jongen. Hij ging helemaal niet snel kapot. Oké, we pakken een nieuwe. Pas als ze naar niveau komen. Yep, komen ze wel. Gelukkig kan ik toch wel hebben. Ik hoop echt dat ik een zesde perk kan krijgen. Dat hoop ik echt. Daar ben ik ook echt enorm benieuwd naar. Even kijken. Geen robots. Niks. 21, wave. Oh, daar komen er wel aan. Maar we gaan gewoon deze kant op. Gaan even kijken. Komen jullie? Oh shit, zijn er meer dan ik dacht. Nou ja. Ze zijn zo dood. Als ik één keer schiet. Ze kunnen me niet echt trappen, denk ik. Hoop ik, gok ik. Dat ding mogen ze ook houden. Het zou random zijn als die zombies dat ding oppakken. Volgens mij moet ik ook even oppassen voor die. Ik ga even snel naar dit ding toe. Dit ding kan ik activeren. Oh. Ik mag alleen maar 4 perks, maar ik heb er 5. What? You may only carry 5 perks. 4 bedoel ik, maar ik heb er 5. Juist, dit ding kan nooit kapot. Hier kan hij nooit staan. Ik kan staan in ieder geval sowieso. What the fuck? Oh, ik denk, what the fuck? Nee! Oké. Dus, dit ding is. Dit ding kon ik gebruiken voor random perk, maar ik mag er maar 4, terwijl ik er 5 heb. Vind ik toch een raar verhaal. Maar ja, we gaan er dan maar vanuit dat het toch zo is. Die kist, nou, die staat hier ook heel leuk. Voor mij mag je er gewoon blijven staan. Hier misschien nog iets geks. Nou, dan lopen we gewoon weer terug. Ik ga niet rondjes blijven rennen hier. Dan schieten we toch niks meer op. Hebben we gezien wat er te zien is? Dan gaan we nou weer snel terug. Oh, hier is waar ik net altijd was. Dat is chill. Ik weet niet of die zombies doodgaan als ik heel ver weg ben nou. Normaal gezien wel, maar... Oh, ik weet niet of je dat hoort, maar... Mijn buik, jongen. Ik heb al zo'n honger. Ik heb niks gegeten. Brrr, helemaal. Maar oké. We hebben dus geen ammo voor mijn wapen. Wat niet zo gunstig is eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant, we hebben nog dit ding. Als ik één keer met dit ding schiet... Schiet ik door heel die groep heen, dus dat is allemaal dood. Your touch offends me. Oké, nou heb ik dus een probleem. Een vrij groot probleem. Ik wil echt iets van een bowie knife of zo. Ik vind het zonde om met mijn regen in te schieten. Ik ga proberen de poot af te blazen. Nou, dat was ook niet echt. Ik ben goed met granaten, man. Ik ben bang dat ik mezelf opblaas, dan laat ik ze toch maar snel los. Oké, ik heb nou elke granaat die ik mogelijk kan gooien, heb ik verneukt. Oké. Oh, knife, dat gaat nooit aan voelen. Ik kan jou eeuwig blijven knife. Zweep 21, dan gaan ze al niet snel dood. Flikker erop, man. Allemaal moeilijk doen voor niks. Ik krijg sowieso max ammo. Hoop ik. Ja, één voordeel, die robot komt niet. Oh, wacht. Ik heb, oh, gelukkig dat ding wel. Ik heb alleen die drone niet gehaald. Ik was net gewoon bij. Dus waarom heb ik dat ding niet gepakt, dat weet ik niet. Misschien een beetje stupid. Maar ja. Ik neem aan dat ik straks zo een keertje max ammo krijg. Ik wil gewoon wave 30 komen. De rest interesseert me eigenlijk niet. Gewoon om 30 is casual. De meeste mensen halen al 30. En lager dan voel ik me dat ik gefaald heb. En hoger, ja. Het wordt een keer saai, weet je wel. Het wordt een keertje saai. Dus als ik echt gewoon, weet ik veel, een heel goede reprint spot zou vinden. Als dit niet de beste is. Oh, ik heb de hik. Als dit niet het beste is, dan, ja, dan zou ik misschien wel heel hoog kunnen halen. Maar ja, wat is leuk? Haal ik 60 en dan doe ik 20. Ja, meer of 20. Doe ik gewoon 80 wezen hetzelfde. Dat is ook niet heel leuk. Dat kan niet als bij 50. Maar in principe, het is gewoon, snap ik zeg. Ik snap het zelf niet eens. Ik dacht even dat ik instakill had. Ik denk, wat is dit? Ik ga niet dood. Ik heb nog geen skill. Nu wat op neerkomt is, ik kan wel constant hetzelfde doen, maar ja, dat vind je toch niet leuk. Wat had ik met die Shinanuma video? Ik had al elke wave had ik kunnen uploaden, zonder commentaar, want ik had geen commentaar gedaan. Maar dat is super boring, dus ik denk ik knip dat gewoon allemaal in één video. Allemaal 1 seconde fragment van die wave. Want ja, de rest willen jullie toch niet zien. Jullie willen gewoon zien dat ik het legit doe. Is dat gelukt? Ja, oké. Next. There is no escape from the frames. Steeds geen max ammo. Krijg ik eigenlijk wel max ammo met dit wapen? Dat zou heel hatelijk zijn als ik hier geen power-up voor krijg. Dan moet ik wachten op die kerel, die dikke. Hier moet je sowieso wel power-up voor krijgen. Ik kreeg net ook een power-up en dat was die. Die blood. Zombie blood. Blood! Oh crap. Dan zou ik even die robot gehaald. Maar nope! 709, 1000 kills. Dat is mijn doel. Dat lukt ook wel. Nou, zie ik bij wave 23 pas zijn. Ik weet niet of dat 30 eigenlijk voor deze map best hoog is.
Maar voor andere map is dat niet en er wordt weer zo'n ding gemold. Wat erg. Maar in ieder geval voor deze map is 30 misschien wel hoog. Omdat deze map misschien moeilijker is voor de meeste mensen. Omdat er zoveel klote dingen zitten. Dus het zou best kunnen. Dus ik weet niet als ik dat 30 haal, wat jullie ervan vinden. We zien het vanuit. Als ik 30 haal, we moeten nog 7 waves. 7 waves is best veel. Zeker zonder ammo. Oh, nou. Zullen we gelijk een wave skippen dan? Handig werk. Drop toevallig niks. Langzaamaan sterven ze allemaal. Sterf, schorm. Krijg je alleen geen kills voor. Mijn road to 1000 kills zal hem niet worden. Wat is dat? Wat zie ik daar? Blinken. Oh, fuck. Daar lag hem. Nee, er lag instakill of zo. Nee, zeg dat. Max ammo. Ja, shit. Daar kan ik niet zomaar komen. Nee. Waarom ligt dat ding buiten de map? Niet eerlijk. Dan krijg je sowieso de komende zoveel waves geen max ammo als dat daar ligt. Nee, dat wil niks zeggen. Want soms krijg je echt 2 keer in 1 wave voor max ammo. Zie je? Dus dat was gewoon bullshit. Even snel laden. Monkey bomb gooien. Die shit die krijg ik toch nieuw. Moet ik het alleen niet te dicht bij mijn ding zelf gooien. Zo. Boom. Makkelijkste werken. Gewoon allemaal opblazen. 23. Ik dacht al dat we weer wat waves verder waren. Maar het duurt echt lang die waves hier. Telefoon. Echt. Ik moet je dat echt ergens op de grond gooien. Zo. Doe maar niet. Hij was duur zat. Maar toch. Ik weet niet of jullie dat trillend horen. Eigenlijk, ik leg hem op mijn stoel. Mag ik hem niet vergeten. Weet ik hem dat ik vergeet. Dat ik hem straks kwijt ben. Dat ik op Twitter zet. Waar de fuck is mijn telefoon? Trouwens, dat is dan alweer lang geleden. Misschien dat je dan kan herinneren van... Oh ja, vorige week zei Dennis van... Waar de fuck is mijn telefoon? Dat was dus tijdens die zombies video. Dat had hij hem dus op zijn stoel gelegd. Waar die zit. Dus het kan goed zijn dat hij op zijn telefoon zit. Ja, dat klopt. Check die. Oh, de points! Ik heb niks aan points, maar dit is toch zo vet om gewoon veel punten te hebben. 100.000 punten zo. Miljoen is nog leuker, maar. Dat zal het niet worden. Dat zie ik niet gebeuren. No, dat was close enough. Dat was heel close. Dan is de vraag: wat doe je? Gooi je op zo'n moment een monkey bomb of ga je schieten? Nou, monkey bombs duurt veel te lang om te gooien. Tip, echt. Monkey bombs zijn leuk, maar als jij vast zit, heeft het geen zin om ze te gooien. Want je bent al lang dood voordat je ze loslaat. Tenzij je buried doet. Daar kun je dan nog allemaal extra dat Juggernaut Pro hebben en zo, noem maar op. En ja, oké, dan heb je misschien net genoeg tijd om zo'n ding te gooien. Maar anders niet. Gewoon Juggernaut, hou je dat echt niet. Zombie blood. Zombie blood. Dat is al leuk, zombie blood. Dat vind ik een leuke toevoeging. Die shit heb ik niet nodig. Pak hem maar gewoon, want het is wel leuk. Staat te glinsteren. Ik heb echt honger nou, jongen. Niet normaal. Ik heb helemaal niks gegeten vandaag. Ik weet niet hoe laat het is. Het is maar al pittig laat, want ik kwam pas om 1:30 uit bed. Op een dinsdag. Het is geen vakantie voor mij, maar ik ben standaard vrij op dinsdag, dus het scheelt. 8 rond 8. Nou, we komen toch wel in de buurt bij die, die kills die ik wou, die 1000. W25 is ook al mooi, hè? Dus als we die halen is het ook al goed. Is er eigenlijk nou een nieuwe wave begonnen? Nee toch? Alleen die zombie blood is weggegaan. Dat was. Even eentje laten leven. Leef jij nog? Ja, leef nog. Niet dat ik hem nou elektriteerde met mijn laden. We gaan even zo'n robotje halen. Die is leuk. Die drone. Maak de drone! Kom hier. Zie die shit. Hij heeft het allemaal. Ik vind het raar. Echt gewoon... Oh, je mag maar 4 perks hebben. Oh, wacht. Je hebt er 5. Alright. Links en rechts boven mij, volgens mij. Het ergste zou zijn als je zo eruit loopt en dat je geplet wordt. Maar dat kan volgens mij niet, want in die loopgraven kunnen ze je niet raken. Kom je mee? Kom je mee? 870. Ik vind het echt awesome al dat ik zo ver ben gekomen. Echt joh, ik heb dit ooit 1 gespeeld. Het komt tot 10 of zo. Het ging dood door die klote dingen van net. Waar ik de hele tijd bang voor ben, zeg maar. Die. Ik zou gewoon erin rennen. Hij zal toch niet sterven, denk ik. Volgens mij kan ik hem pakken en alweer naar buiten rennen voordat hij er is. Hier. Hallo, ik ben er alweer. Zo snel gaat dat. Ik hoorde mijn telefoon en nog steeds trillen, terwijl hij nou gewoon achter mij op de stoel ligt. Op de tafel hoor je dat gewoon heel goed, daarom.
En ja, het is een telefoon trouwens, niet dat jullie andere dingen denken. Dat weet ik ook niet. Al die staffen, dat is wel echt iets wat ik wil hebben eigenlijk. Dus als ik wave 30 haal, ik ga proberen te overleven tot 30. Als ik 30 haal, dan ga ik op internet kijken. En dan ga ik kijken voor die staff shit. Oh shit, ik wil even moeten wachten. Nee. With this power, many will die by my hand. Het is irritant, door die dubbeltap schiet hij gelijk twee kogels. Ga ik snel door mijn ammo in. Hup! Ik moet eigenlijk gewoon neermaaien, hè, want dan heb ik daar ook meer. Oh, nice. Monkeys! Nothing to me. Zo. Oh, wacht. Nee, wacht. Goed zo. Oh, jongen, had ik al zoveel ammo weer verneukt? Ik had er nog maar. Ik had weinig ammo over, man. Ik had nog maar iets van 100 of zo. Dat wist ik niet. Dat is niet voor mij. Oké. Soms dan moet je gewoon sprayen en dan moet je gewoon scheiden hebben bij ammo. Dan is het echt een kwestie van leven of dood. Dan, nee, dan is het gewoon jagen met dat beest. Ik had dit wapen wel beter verwacht, maar ik weet natuurlijk niet hoe andere wapens nou tegen deze zombies reageren. Omdat het toch alweer 25 is, ze zijn al best sterk, weet je. Ze gaan op zich nog snel dood voor dit ding. Maar ik vind hem een beetje, ik vind het gewoon een raar wapen. Ik weet niet eens hoe die naam, wacht, weet je die? De Magna Collider. Dikke naam, jongen. Ze blijven spawnen. Wat is dit? Er komt geen einde aan. Ik heb daar ook gewoon 1000 kills aan het einde van deze wave, man. Sowieso 900. En dit zijn er sowieso 20, denk ik. Oh, ik heb die drone nog niet ingeroepen. Nee, oh, we hebben weer zombie blood. Nee! Nee! Wat zei ik? Er zijn er sowieso wel 20. Ik heb sowieso 900 kills. Heeft 899 kills. Yep. Yep, yep. Tap 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 tap. Yep, yep. Yep, yep. Ja. Pak die zombie blood. Hallo. Ah, ik wil echt gewoon een golden spork hebben. Waarbij die zombies gewoon super snel dood gaan. Zo, dat is zo. Oh, insta-kill. Alweer. Dikke shit. Oh, wat is dit? Ik ben in de zombie heaven. Dat kan eigenlijk niet. Zombies die zou iedereen in de hel zitten, of niet? Ik zie dat jullie niet veel commentaars hebben gezien die zo'n onzin praten. Ik praat ook echt gewoon. Ik zeg gewoon alles wat ter plekke in mijn kop opkomt. En waar ik nou aan denk is dat ik mijn zombie shield kwijt ben en dat daar die ding komt. No! No! Nee! Fuck! Ik dacht aan mijn zombie shield. Nee! No! Ik kon zo makkelijk 26 halen op dat moment. Wat doe ik? Oh, ik laat die robot, die Maxis drone in de lucht. Dat vind ik belangrijk. Niet. Als ik zonder shield had gehaald, had ik het overleefd. Fuck! 26? Nee, nog geen 30. Hoe hoog zal ik staan op de leaderboards? Dan zien we of dat ik gewoon gefaald heb of dat ik het nog vrij netjes heb gedaan. 21.000. Mwah. Kan ermee door. Eén dag. Ik had... Dat is belangrijk te weten. Ik had geen quick revive, hè? Dus dat vind ik wel belangrijk om te weten. 26 quick revive, 1 keer down geweest. Door zo'n kut ding. En mezelf getrapt in zo'n hoekje. Mijn rekening kon me ook zelfs daar niet meer helpen. Nou, ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. Jullie wouden graag deze map zien. Het was een van de weinige keren dat ik deze map gespeeld heb. Dus ik vind dat ik het vrij goed heb gedaan. Ik ga binnenkort proberen die Easter egg te doen. Die ga ik samen doen met een maat van mij. Als we dat doen, dan kan het zijn dat we ook gewoon proberen daarna nog gewoon hoog te halen. Want ik heb nou alsnog die staffen niet gehaald. Die komt sowieso bij de Easter egg video, want we hebben al die dingen nodig. Dus dat komt sowieso. Mocht ik het vergeten over die Easter egg, stel dat ik over 2 weken nog steeds de Easter egg video niet heb gemaakt. Zeg het even tegen mij. Dan ga ik dat alsnog proberen te maken, want het kan zijn dat ik zulke dingen natuurlijk vergeet. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, ga naar elke episode terug en kijk of je geliked hebt. Nee, dat zou ik gewoon enorm chill vinden. Jullie willen graag zombies zien, dan zou ik het leuk vinden
dat jullie zombies ook liken. Want zombies wordt niet veel geüpload door eigenlijk niemand in de Nederlandse community, helemaal niet. Dus ik ben een van de weinige en redelijk grote commentators die dan toch nog zombies upload. Dus als je dat meer willen zien, moet ik dat natuurlijk weten. Dus comments en likes helpen daarbij. En dan zie ik jullie waarschijnlijk bij de volgende video weer. Ik weet mijn god niet welke video's ik allemaal nou heb gemaakt. Want dit is mijn laatste episode van deze serie. Dus in de tussentijd heb ik alweer enorm veel andere video's gemaakt. Dus ik weet niet wat er allemaal aankomt in de toekomst. Misschien komt morgen misschien wel al Call of the Ghost uit. Waar ik niet van uit ga. Want ik ga gewoon proberen al deze episodes zo snel mogelijk te uploaden. En Ghost duurt nog een week of drie. Maar ik weet niet hoe lang ik nou aan het praten ben. Ben benieuwd. Maar ik zie jullie wel weer. En tot de volgende keer. Houden we.